De wedstrijd Feyenoord-Venerbahçe voor komende donderdag moet uitkomst brengen in pool A van de Europa League. Als Feyenoord met 2 doelpunten verschil wint, is het door naar de volgende ronde. Zo niet, dan zijn het de Turken die feest kunnen vieren. En dan gaan we er voor het gemak even vanuit dat Manchester United van Luhansk wint. Ik denk gewoon 0-0 of 1-0 gaat. Feyenoord 1, Venerbahçe 0 of 0-0, allebei kant. Dat zou niet goed zijn voor u als fan van Venerbahçe. Ja, ik ben zelf Venerbahçe. Maar ik voel het zo. Feyenoord won zondag met 6-1 van Sparta en lijkt klaar voor donderdag. Feyenoord moet minstens met 2 verschil van ons winnen om door te gaan. Ik zie dat zelf niet snel gebeuren. Ik denk dat de teams ongeveer even goed zijn. Dus ik verwacht dat het op een gelijkspel zal eindigen. Het treffen met Venerbahçe is voor Feyenoord bijzonder, aangezien de hoofdtrainer, zijn assistenten en Robin van Persie allemaal een Feyenoord-achtergrond hebben. Ik wil heel graag allebei er gewoon door. Ik ben wel van Venerbahçe, maar ik ben in zoveel ook Feyenoord. Ik woon in Rotterdam, ik ben ook Rotterdammer. Ik wil hem allebei ik hoop het gaat allebei erdoor. Vanmiddag landde het team van Venerbahçe op Rotterdam de Hague Airport. Dus verzamelden de fans zich voor het hotel. Ik ga een foto met Van Persie en dan een paar vragen stellen. En wat wil je weten? Wedstrijdshirtje wil ik aan de wedstrijd hebben. Of hij terugkomt naar Feyenoord. We hopen te zien en dat we een foto met onze supersterren kunnen maken. Onze helden.